denk acceleratie. Dus veel meer innoveren op een veel sneller, met veel meer snelheid, denk ik. Ik denk dat het voor ons heel veel lagen gaat wegnemen van overhead, waardoor we gewoon veel meer op de inhoud kunnen concentreren in plaats van de dingen eromheen. Ik denk dat het qua beheersbaarheid en qua veiligheid en ook qua kost op een gegeven moment wel nuttig is om die stap te gaan maken. Voor onze business gaat het meedoen of sterven eigenlijk. Dat is het. Ja, ik denk het wel. Mijn zorg? Nou, ik vind het leuk. Ik heb veel lol in, moet ik zeggen. Als je niet van verandering houdt, dan moet je niet in de IT gaan zitten, denk ik altijd. Dus, We hebben gelukkig, hè, dat is misschien ook wel weer een nadeel. Als je intern mensen hebt die sterk zijn in het helpen bij je ICT-oplossingen, dan is het ook alweer een stapje verder om dan voor de cloud te gaan, omdat je het zelf in huis ook al hebt uitgedacht. Nee, ik denk security misschien, dus ervoor zorgen dat de data niet in verkeerde handen terechtkomt. Ik denk dat het daar eigenlijk voornamelijk op neerkomt. Ik denk het wel. Ik denk zeg maar dat je die veiligheid niet meer helemaal in eigen hand kunt houden. En juist door van cloud oplossingen gebruik te maken, daar veel meer veiligheid in huis haalt dan wanneer je het allemaal zelf probeert te doen. Heel simpel, als je het niet doet, dan ga je denk ik ten onder. Dan kom je niet mee. Dan heb je geen ontwikkelingen, je kosten vliegen omhoog. Je moet wel, het is heel simpel. Nou, we staan eigenlijk nog aan de vooravond. Dus ik kan nog niet zeggen, van achteraf gekeken van wat de lessen zijn geweest. Maar wat ik nu wel zie hier is dat er al zoveel mooie tools zijn om dat te gaan doen. Dat ik eigenlijk verwacht dat heel makkelijk gaat verlopen.